Meneer, u mag niet mopperen, hè, met een bus van mooie vrouwen. Ja, ik mopper helemaal niet. Veel plezier. Dankjewel. Ja, binnen gaan we eten en ik denk dat het wel gezellig wordt. Het is het einde van jullie zonder fik periode. Ja. Wat gaat hierna komen? Ja, studie, HBO. Pabo, ik ga de Pabo doen. En ik ga de kunstacademie doen. Theo, dit is het einde van jouw zondervikperiode. Ja. Wat ga je hierna doen? Fysiotherapie. Dames, je sluit vanavond een periode af op het zondervik. Hoe is het geweest en wat ga je doen daarna? Ik vond het heel leuk en ik ga daarna hopelijk sport kunnen doen. En jij? Ja, ik vind het super wel jammer dat ik afgaan. Maar ik ga hierna huis kunnen melden in Den. Zeg, dit is natuurlijk wel het vervoermiddel om naar een galabal te gaan, ja, wel, hè? Dat vind ik ook. Ja. Dat is wel leuk. En luister, je bent bijna aan het moment van het plechtige uitstappen. En wat verwacht je de rest van de avond? Ja, het zal wel leuk worden. Ik heb gehoord dat er een workshop salsa dans is, dus dat wordt denk ik wel leuk. Moet bij vrienden dadelijk. Dus. Het feest is begonnen. Ja. Het galabal. Hoe is het tot nu toe gegaan? We zien een paar heel tevreden gezichten. Heel zeker. Het is heel mooi geweest. Wat opviel, vond ik wel, was dat alle meisjes heel zenuwachtig waren. Ja, hoe komt dat dan? Nou ja. Ja, die hoge hakken, dat is natuurlijk wel een enorm avontuur. Daar hebben ze vast thuis niet uitgebreid voor geoefend. En dan de jurk en hoe die valt en... reactie van het publiek, hè? Want iedereen is natuurlijk enthousiast aan het klappen en ineens voel je dan dat iedereen ook naar jou kijkt. Ja, ja. Ja, toch geweldig mooi is dit, hè? Zo'n eindejaarsfeest. En de toekomst natuurlijk die staat te wachten. Ja. Ik heb een paar mensen onderweg gevraagd van wat ze gaan doen en ik hoor daar verschillende richtingen. Hebben jullie ze daarin meegeholpen of gestuurd? Hoe moet ik dat zien? Daar hebben wij een heel programma voor. Eigenlijk beginnen we daar al vanaf de brugklas mee om na te denken over wat wil je hierna en wat kan je goed, wat zijn je talenten, waar liggen je interesses, wat vind je belangrijk. En dat sluiten ze in HAVO 5 in ieder geval af met een pitch waarin ze in een minuut vertellen wat ze gaan doen en waarom ze dat gaan doen. Ja, ook op VWO doen we dat zo, hè? Dus dan wordt dan 6 jaar lang gekeken van wat je kunt en wat je wilt en proberen al heel jong die belangstelling verder te laten groeien. Want ja, het is toch moeilijk als je 12, 13 bent om al over de verdere toekomst te denken. En de keuzemogelijkheden zijn natuurlijk gigantisch. En het is niet alleen dat je een studie kiest en daarmee straks een beroep. Maar het is ook de vraag van waar ga je dan die studie doen. Dat kan natuurlijk overal in Nederland zijn. En zelfs enkele gaan meteen naar het buitenland. Ja, ja, gaandeweg de schooltijd moet je natuurlijk leren waar de talenten liggen. Ja, klopt. En in een aantal gevallen ontdek je ook welk talent je nog beter zou moeten kunnen ontwikkelen. En daar wordt dan ook aan gewerkt natuurlijk, want het is lang niet zo dat het iedereen gegeven is om zo vanzelf in alle vakken even goed te zijn.
Het is natuurlijk geweldig als je dan ziet hoe ze 16, 17, 18 jaar zijn en bijna vol, in ieder geval volwassen eruit zien. En ze zijn als kind gewoon binnengekomen. En nu stappen ze uit zo'n auto, hè? Ja. Helemaal aangekleed als man of vrouw. Ja. En je ziet, ik zei straks al, de kiemkracht van hier komt de nieuwe generatie aan die straks dit land gaat besturen en tot een nog mooiere toekomst brengt. Nou, en wat ook nog een hele mooie was, heeft hier een oma anderhalf uur op de rollator gezeten te wachten op de kleinzoon. En de kleinzoon zat in de allerlaatste auto. En dus ook de familie leeft daar heel erg mee. Er waren veel mensen vanavond, veel ouders, veel trotse ouders. Ja. En alles moet dan op de foto en in verschillende hoedanigheden. Ja. Dus het is een schitterend feest. Ja. Je roept ook die emotie op, hè, van trots, duidelijk. Hè? Ja. En om dat dan ineens te merken dat je ouders en je grootouders, ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja. Ja, het is een schitterend evenement en natuurlijk zat het weer mee, hè? Ja, dat is zo. Ja, dat is heel mooi. Het is ook fijn dat het niet te warm is, want dat hebben we ook wel eens gehad. En dan, maar dus het was helemaal perfect. Eigenlijk beter kon het niet. Ja. Okay. We hebben trouwens gezien dat een aantal leerlingen als koppeltje kwam en een aantal leerlingen alleen. En die werd dan begeleid door de leerkrachten. Ja. Ja? Ja, daar mochten ze zelf kiezen, waar ze zelf het fijnst bij voelden. Maar we wilden ze niet alleen over de rode loper laten lopen. Nee. En we vinden het ook een mooi gebaar dat je als HAVO 5 of VWO 6 docent de leerlingen op de laatste gang naar school nog een keertje begeleidt. Ja, gewoon in de arm. Totdat ze de hele loper over zijn en bij de directeur aankomen daar welkom geheten te worden. Ja, ja, want hierna ben je ze kwijt, hè? Bijna wel, diploma-uitreiking. De diploma-uitreiking nog, en dat is het echt officiële gedeelte. Ja. Dus dit is echt wel voor de leerlingen een groot feest, een groot mensenfeest voor ze maken. Ja, okay. Ja.